I live my day as if it was the last. Live my day as if it was the last. Hallo allemaal, vandaag voor jullie weer een hoorslap. En dit is eigenlijk het verhaal over Rosa. Ik had in de vorige video gezegd dat het niet zo goed meer ging met Rosa haar longen. Dit bleken niet haar longen te zijn, maar haar luchtpijp. En ik ga jullie in deze video uitleggen wat er allemaal is en hoe het verder gaat. En hoe het nu met Rosa is en of ze nog in de sport kan of niet. Dus ik hoop dat jullie, nou ja, het is niet echt leuk, maar het is wel informatief. En jullie kunnen ook goed zien het verschil. En het is dus een leerzame video. Eind november gingen Sylvana en ik oefenen voor de onderlinge vaardigheidswedstrijd van 4 december in Bodegraven. Toen we lekker ingestapt waren, gingen we draven en toen maakte Rosa een heel apart soort van hijgeluid. Ik vond dit heel apart en dacht meteen weer aan bronchitis, want dit heeft ze al eerder gehad. En daarom ben ik haar weer sputolicinpoeder gaan geven. Dit wordt vaak gebruikt voor luchtwegziektes. Dit heb ik een week gegeven en toen ben ik in enkelspan met haar gaan rijden en trainen. Toen maakte ze helemaal niet meer het gekke geluid, dus toen dacht ik dat het over was. Dus op naar de onderlinge vaardigheid. Toen was het 4 december en zijn we op wedstrijd gegaan. Alles leek goed te gaan bij het inrijden totdat we het parcours ingingen en toen waren de geluiden er weer. Ik heb dus rond een week later de dierenarts maar gebeld en het verhaal uitgelegd. En die zei dat we het beste een scopie konden gaan doen om te kijken of ze misschien sabelschedetrachea had. Sabelschedetrachea is een afplatting van de luchtpijp waardoor een stuk of een stukje van de luchtpijp wordt geblokkeerd. Eerst wordt Rosa gesedeerd zodat ze niet te veel beweegt tijdens de scopie. Er moet namelijk een de buis/cameraatje dat moet door de neus naar binnen en je wil niet dat alles beschadigt van binnen. Ook krijgt ze een Pramop, want dat helpt ook ervoor dat ze wat rustiger is. Want vooral Rosa is een pittig ding als het om zulke soort dingen gaat. Als eerst gaan we naar de beelden van de luchtpijp. Hier zie je duidelijk dat de linkerkant mooi rond is, maar de rechterkant niet. Rosa heeft dus duidelijk sabelschedetrachea, maar gelukkig niet heel ernstig en dit veroorzaakt ook niet het rare geluid. Maar waar komt het geluid dan vandaan? Nou, dat komt hierdoor. Je ziet aan het begin van een luchtpijp onderaan een flap zitten en dat is het strotklepje. Nu zie je hoe het wel moet en nu zie je dat van Rosa en dan zie je dat het zacht gehemeld is verschoven en dat hij er meer in ligt. Helaas kan het strottenklepje onder het zacht gehemelte schieten en dan kan ze niet goed meer ademhalen en daarvan komt het geluid tijdens het rijden. Er is helaas niet echt een behandeling voor. Je kan proberen of het minder wordt als de conditie heel goed is. Dit maakt dat ze minder snel moe is en het mechanisme in de keel ook iets sterker kan maken, zodat het strottenklepje niet snel onder het zacht gehemelte schiet. Het is dus ook de vraag of ik nog wedstrijden met Rosa kan rijden in het tweespan. We gaan nu kijken hoe het gaat als haar conditie weer heel goed is en dan bepalen we of ze nog geschikt is voor de wedstrijd of dat we recreatief met haar verder gaan. Helaas kan je dit niet voorkomen. Ze worden ermee geboren, maar dan is het nog niet zichtbaar. Bij Rosa is het gelukkig laat opgespeeld en zal het dus ook niet heel snel erger worden. Maar met de jaren wordt dit helaas wel zo. Nou, dat was dan het einde. Ik hoop dat jullie hem informatief vonden. Helaas is het dus niet zo heel leuk. Maar ik kan er niks aan doen. Rosa kan er niks aan doen. Ze is ermee geboren en het uitzicht nu. Dus we gaan dan met de conditie kijken of ze ooit nog in de sport kan. En zo niet, dan gaat ze vervroegd met pensioen. En dan gaan we alleen nog maar recreatief voor de wagen rijden. Dus als jullie hem leuk en informatief vonden, doe dan een duimpje omhoog. En vergeet niet om mijn kanaal te abonneren als jullie meer van dit soort video's willen zien. Of van de vlogs of andere video's.